Goedemiddag en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van GP-Blog. Vandaag analyseren wij de teams en dan voornamelijk het duel tussen de twee coureurs van het team. Namelijk de grootste rivaal is niet die van de concurrent, maar je eigen teamgenoot. Ja, en dan beginnen we bij het team van Williams, Kubica en Russell. Gemiddeld verschil van 16e tussen in het voordeel van Russell. Voor een debutant natuurlijk erg mooi, voor Kubica met een blessure toch wat minder. Het is duidelijk geworden dat Robert Kubica een mooi sprookje heeft kunnen beleven door terug te keren in de Formule 1, maar net niet meer het niveau heeft om aan te haken in de Formule 1. Dan gaan we door naar het team van Haas. Het Amerikaanse team heeft dit jaar een iets minder jaar en dat is terug te zien aan de cijfers van Romain Grosjean en Kevin Magnussen. Ja, Kevin Magnussen is 15e sneller gemiddeld in de kwalificaties. De betere racer. En Grosjean laat hier toch echt zijn steekje vallen, want 15e is te veel. Je wil eigenlijk bij je teamgenoot altijd wel een minimaal verschil hebben van, of maximaal verschil hebben van 2/10 in de kwalificatie. Dan gaan we door naar het team van Alfa Romeo, waar we dit jaar Antonio Giovinazzi en Kimi Räikkönen in één team hadden. Kimi Räikkönen ondertussen 40 jaar, maar die verslaat toch wel weer Antonio Giovinazzi. Ja, maar met een minimaal verschil van 5000ste. Dat is voor een debutant als Giovinazzi echt wel een hele goede prestatie. Natuurlijk laat hij in de race wel eens een steekje vallen, maar ja, wat wil je tegen een ervaren coureur als Kimi in je eerste seizoen? Als je die zou verslaan, dan zou je wel een hele grote jongen zijn. Er zijn coureurs die het wel doen. Er zijn coureurs die het wel doen, maar dat zegt meer over Giovinazzi dan over de anderen. Okay. Dan gaan we door naar Racing Point. Daar werd vorig jaar het team overgenomen door Lawrence Stroll. En dat betekent natuurlijk dat we Lance Stroll in de auto zien na Sergio Perez. Ja, Stroll is gemiddeld ruim 1/10 langzamer dan zijn teamgenoot Perez. Kan Stroll dat volgend seizoen misschien iets verbeteren? Ik vind dit wel een prima gemiddelde. En als dit zo blijft in de race, rij je nog een beetje gelijk aan elkaar. Wat ik overigens niet altijd zo vind bij dat team. Dan is dat een prima prestatie. Je vraagt je echt af of Sergio Perez op dit moment het maximale uit zijn wagen haalt. Want 1/10, maar ondertussen wel een verschil van 18-3 in het kwalificatieduel, betekent toch wel dat hij misschien wel een beetje op zijn gemak het duel wint van Lance Stroll en niet het maximale uit zijn eigen auto haalt. Van Racing Point gaan we door naar Toro Rosso. Het onderlinge duel tussen Kvyat en Gasly, die aan de helft van dit seizoen kwam binnenstromen bij zijn oude team. Hier is Gasly wel meteen 3/10 sneller dan zijn teamgenoot Kvyat, gemiddeld in de kwalificaties. Ja, het verschil is naar mijn idee wel heel groot. Kvyat haalt een redelijk niveau, maar als je ziet hoe rookies Albon en Gasly hem eigenlijk om de oren rijden, is dat natuurlijk wel een beetje triest om te zien. Van rookies gaan we naar de ervaren jongens bij Renault, Ricciardo en Hülkenberg. Een gemiddeld verschil van bijna 1/10. Eigenlijk is dit wat je als team wil zien. De coureurs die dicht bij elkaar zitten en dus eigenlijk elkaar pushen om het maximale uit de auto te halen. Ricciardo daarin natuurlijk vooral in de tweede seizoenshelft een grote stap gezet. In de eerste seizoenshelft was Hülkenberg nog aardig in de buurt te vinden. Maar in de tweede seizoenshelft liep Ricciardo steeds verder uit, waardoor het uiteindelijk uitviel in het voordeel van Ricciardo. Dan gaan we door naar McLaren, waar we twee nieuwe coureurs zagen dit seizoen. In Carlos Sainz en Lando Norris. Ja, Norris, de debutant eigenlijk hè, dit seizoen. En Sainz is toch wel eigenlijk een beetje de ervaren man. Een gemiddeld verschil van 15e in het voordeel van Norris. Wat toch wel gek is, want als je kijkt naar de ranglijst, naar het kampioenschap, daar staat Sainz gewoon op een keurige 6e plek en Norris staat er een stuk onder. Dus wat betreft kwalificaties is Norris een sterke persoon, alleen in de race moet hij echt nog wat verbeteren. Dan gaan we door naar de top 3, door naar Ferrari. Ferrari, veel onderlinge duels gehad tussen Charles Leclerc en Sebastian Vettel dit seizoen. Het viel uiteindelijk in het voordeel van, rookie is hij niet meer, maar tweede jaar in de Formule 1, eerste jaar in de Ferrari. Leclerc won het duel. Ja, Leclerc won het duel net ietsje minder dan 1/10. Ik vind dat heel mooi voor een team. De coureurs halen het maximale eruit, pushen elkaar. En maar voor iemand als Leclerc, tweede seizoen in de Formule 1, tegen iemand als Vettel, een wereldkampioen, en dan meteen zo presteren, boven hem eindigen in het kampioenschap, dan ben je gewoon een erg grote jongen en dan doe je echt wel iets goed voor je team. En wat dat betreft is de keuze van Ferrari wel duidelijk geweest dat die de goede is geweest om Leclerc te nemen en niet vast te houden aan Kimi Räikkönen. Toen was het steeds Vettel aan de leiding. Nu zorgt Leclerc ervoor dat het duidelijk wordt dat Vettel misschien toch net niet goed genoeg is. Dat er wat meer spanning komt binnen het team. Nou ja, en van de nummer 2 uit het kampioenschap, Ferrari, gaan we door naar de kampioen Mercedes. En natuurlijk ook Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. Onderling verschil tussen net ietsjes meer dan 1/10. Tuurlijk, Lewis is gewoon erg sterk in de kwalificaties als hij gepusht wordt. Maar ook Bottas is in de kwalificaties heel erg sterk. En dat verklaart denk ik wel dit verschil. Het is duidelijk geweest dat Mercedes echt de juiste keuze heeft gemaakt voor met Valtteri Bottas. Esteban Ocon had misschien ervoor gezorgd dat er wat problemen waren geweest binnen het team. Daar waar Bottas zorgt voor rust. Hij scoorde punten waar het nodig is. Hij wordt tweede in het kampioenschap. Zit dicht bij Hamilton. Op 1/10 verschil.
Maar uiteindelijk is er maar één man de beste en dat is Hamilton. En die laat zien wie de beste man is binnen het team. Een terecht wereldkampioen. We kijken nu naar het duel tussen Max Verstappen en Alexander Albon. Ja, 1/4 verschil tussen Max en Albon. In het voordeel van Max natuurlijk. Dat moet verbeterd worden volgend jaar. En ik ben benieuwd of Albon echt weerstand kan bieden tegen Max. Is wel zijn eerste seizoen, dus het is in ieder geval al hartstikke goed dat hij zich zo staande houdt in de Red Bull. 1/4 is natuurlijk wel een heel groot gat. Je ziet het bij kleinere teams, zoals Alfa Romeo in dit geval niet. Maar bij een Haas, bij een Williams zie je zulke grote gaten. Maar bij een topteam wil je dat eigenlijk niet zien. Je ziet straks ook bij Ferrari, bij Mercedes zitten dichter bij elkaar. Je vraagt je dus wel af, maakt Red Bull de juiste keuze met Albon? Ja, dat vraag je je af, maar dat zullen we volgend seizoen gaan zien. Max heeft iemand nodig die hem kan helpen bij het kampioenschap. En Albon is een agressieve rijder. En ik weet zeker dat hij echt nog wel Max kan helpen daarbij. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je deze video nou leuk? Geef dan even een duimpje en abonneer je natuurlijk op ons kanaal. En graag tot de volgende keer.